Toen ze in 1975 begonnen, zo'n 30 jaar geleden, kregen ze van platenbonzen één advies. Als je succes wil, zing dan alsjeblieft niet in het Achterhoeks. Dat deden ze dus wel. De rest is geschiedenis. Een van de meest succesvolle en ruige bands van Nederland, nog altijd Normaal. Volgende week wordt Benny Jolink de zanger van Normaal 60. Maar dat is geen reden om het rustiger aan te doen. Op 2 september speelt de band voor de zoveelste maal op vertrouwde grond. Het Hurkersweekend in Hengelo. Reden voor andere tijden om deze aflevering te herhalen. Goedenavond. Eenvoudige boerenlullen, dat is hoe de heren van Normaal het zelf graag zien. Maar als je van dichtbij kijkt, zit het toch net iets ingewikkelder. Van de 4 bandleden zijn er 3 die helemaal niet uit een boerengezin komen. En 3 die in hun opleiding, midden in de 60's, zelfs wel heel ver van het boerenleven dreven. Eentje ging naar de sociale academie, 2, God betert, naar de kunstacademie. Onder wie zanger Benny Jolink. Hij had daar nogal succes in ook. Hij was een van de blitsmakers van de school, trok in het topjaar van de 60's, 1968, zelfs naar Amsterdam. En voelde zich daar even helemaal te wauw. De kunst, de drank, de wiet, de wijven, dit was echt de navel van het universum. En toch, er ontbrak iets. Echt goede vrienden kreeg hij niet. Hij zwabberde maar wat. En binnen het jaar gebeurde wat geen mens in zijn omgeving nog verwacht had. Hij kwam terug naar de Achterhoek. Hij liet het hippieleven van de grote stad niet los, maar nam het mee naar huis en zette het daar voort. Samen met 2 zusjes, van wie hij er 1 nog van de academie kende. De zusjes Carlier. Ze haalden met hun leventje in 1969 zelfs de televisie, toen 1 van hen een prijs won. Wat heb je nou gemaakt? Is het een verjaardagstaart, maar geen gewone? Het is een verjaardagstaart, ja. Een hele bijzondere. Dat ziet iedereen wel waarschijnlijk. Het zijn borsten. Ja, mijn vader zal nou wel schrikken als hij dat hoort, want hij had het niet in de gaten. En toen hij hoorde dat het borsten waren, dan vond hij niet zo erg leuk dat ik in de prijzen zat. Maar zeg, luister, als jullie horen een beetje bij elkaar met z'n drieën. Hè? Jullie hebben een soort gemeenschap. Ja, wat willen jullie? Wat gaan jullie doen? Ik ben 6:30. Nou, de Jolink Carlier Art Corporation is een stichting voor geaccommodeerd leven. Dat wil zeggen dat we alle handelingen, het wonen en het leven, accommoderen op een zeer esthetische wijze. Dat wil zeggen dat we de esthetiek als accommodatie gebruiken en niet de esthetiek om de esthetiek. Dus misschien... Begrijp je nou zelf wat je zegt? Uitstekend begrijp ik dat. Ik heb er lang over nagedacht. Nacht over wakker gelegen. Ja hoor, Ben begreep best wat hij zei. Ben ging te gek. En toch begon de vraag na 1970 steeds meer te knagen. Dat gelul over kunst. Hij raakte er zelf de weg in kwijt. Hij zocht naar iets gewoners. Voor zijn lol zat hij veel liever in de muziek. Een beetje meebrullen met een vriend die een gitaar had. Een beetje zwammen met een broer van de zusjes Carlier die in Lochem een popfestival organiseerde. Muziek maken. Muziek die echt was. Het leven zelf. Helemaal jaren 60. Los van alles wat volgens de brave burger moest en hoorde. En toch gewoon, Achterhoeks, Normaal. Een besloten landschap, die Achterhoek. Een streek waar eeuwenoude bomen een scheiding maken tussen de eenzaam liggende boerderijen. Een streek waar de ene mens op de andere aangewezen is. Waar in en rond die boerenhoeven de bewoners hun eigen taal, hun streektaal, nog spreken. De grote wereld is hier nog klein, nog te overzien, nog te begrijpen.
oprichtingsdatum nemen we hemelvaartsdag 1975 in Lochem. Wij moesten beginnen om 9 uur. Nou, dat vond ik bovendien ook erg vroeg voor muzikanten, want het is altijd doorzakken s'avonds. Maar het begon vol te stromen en bij het derde nummer was het al vol. Dus er zat er al bijna 10.000 man. Helaas ben ik niet helemaal vanaf het begin erbij, maar bijna vanaf het begin. Ik denk dat de band ongeveer 2 maanden bestond, toen kwam ik erbij. Maar ik zag ze voor het eerst, dat was in Lochem. En dat noemden ze de popmeeting. Dat werd georganiseerd door Joost Calier. Ik weet het goed, het was een hele mooie dag. Het publiek kwam ook al lekker vroeg en was een ruimschoots om 9 uur was het aanwezig. En ze begonnen te spelen en er ging echt bijna een schokgolf door het publiek heen. Niemand had het verwacht, het was niet aangekondigd of zo. We hadden toch wel veel publiek uit de Achterhoek natuurlijk. En het herkende zichzelf in één keer in Achterhoekse tekst. Dat kon je wel merken, dat had wel een enorme impact op het publiek. En daardoor kwam ik daar 's morgens en toen zag ik daar Freks. Ik denk van, wat hoor ik toch? In de verte hoorde ik al, ik denk, hé, dat is Achterhoeks. Verdomme, dat is wat, zeg. Ik denk, hé, dat is normaal. En toen begon een heel lang blues intro. Wat over een heel couplet ging. En dat was toen ook, iedereen bewoog ook zo mee. Tot het eindigde in. In een stop. Ik zat laatst te drieten op de play. Het hele publiek en ook door mezelf, er ging een soort wave. Van Jezus, wat is dit dan? Ik zat laatst te drieten op de play. Pessen is een idioot, maar duurde wel een uur of twee. Eindelijk kwam er een grote kettelstroot. En die stonk zo afschuwelijk, ik zou er niet meer. Benen op de grauw. Ik zat laatst de drieten op de play, dus ik zat laatst de scheid op de wc. Ik pessen als een gek en het duurde wel een uur of twee. Ik pessen als een gek, maar het duurde wel een uur of twee. Eindelijk kwam er een grote kettelstroot. Het stonk zo alderbast en ik donder een benen op de grond. Ja, dat is blues. Dan heb je pas blues. De drieterige blues. Ja, dat is pas blues. Oh, yeah. En ik dacht, ha, nou heb ik ze bij de taas. Nou, en ik dacht ook gelijk van, we moeten alle Nederlandstalige en Engelstalige nummers onmiddellijk eruit doen. Misschien heb ik er ter plaatse nog wel een Nederlandstalig nummer uitgeflikkerd. Dat zou heel goed kunnen. Maar het was mij volkomen duidelijk van, aha, het dialect met de ongegeneerde recht voor z'n raap onderwerpen. Dat is het, dat is onze richting. Maar ik wist ook in diezelfde Eureka-seconde, dit is wat ik ga doen. Weg met de beeldende kunst, ik hou er helemaal mee op. Dit is wat ik ga doen. Vanaf nu ga ik dit hier iets van proberen te maken. Ja, dat was ook het moment dat ik zei van, jongens, we moeten gewoon doorgaan met normaal. We gaan het was gewoon het eerste optreden. Het was nog niks, want dat ik zei van, nou, ik word jullie manager en we gaan ermee door. Ja, dat idee had ik ook al. Prima. En de rest van de band ook. Ja, te gek. Doen we. Ja, ik ben natuurlijk onwaarschijnlijk dronken geworden daarna. Want het was echt een doorslaand succes, beslist. Ik maakte toen al muziek al jarenlang, voordat ik normaal zag, maakte ik al lang muziek. Ik denk, en stiekem zat ik te denken van, oh, als er één bassist goed bij zou passen, was ik het wel. Want ik had natuurlijk, moet ik eerlijk zeggen, alle respect voor Willem van Dijk die daar toen bij speelde. Maar die jongen die had nooit basgitaar gespeeld. Hij werd gevraagd door de boys omdat ze een bassist moesten hebben. Dus stiekem zat ik al te hopen van, misschien kom ik er ooit wel eens voor in aanmerking. Ja, perfect. Hartstikke goede aanwinst. Vanaf dat moment stond het. Goedendag. Nou, het was een vriendengroep. We deden alles samen en het was allemaal nog niet zo'n zakelijk geoliede machine ook niet. Ik probeerde toch wat meer vaste voet te krijgen op een landelijk niveau. Dus ik probeerde toch die uitstraling die groep gaf, die vibratie die dat gaf in de zaal, om dat toch een beetje uit te dragen. Dit is echt een typische foto uit de begintijd, bij Café de Preurs natuurlijk. En dit is een perfecte weergave van hoe de band op dat moment erbij zat. En we hadden ongelooflijk veel lol. We zopen veel te veel. Links is Benny,
Buizen Berend. Vooral in die periode heette hij Buizen Berend. Brekken Jan Schamschot, Jan Manschot. Ferry Jolij, Frederik Pundel dus. En Willem de Vos, Wimken van Dienen. Dat was de creatiefste periode, kan ik wel stellen. Ja. Begon natuurlijk met een krat halve liters. En die was al op voordat we dus echt aan het repeteren kwamen. Want er moest natuurlijk eerst heel veel gepraat worden en overlegd. Er was ontzettend creativiteit en ideeën voor tekst die half klaar was, die je thuis afmaakte. Of andersom, tekst die half klaar was en die je in de oefenruimte verder afmaakte met z'n allen. Maar er werd veel gepraat, maar ook heel veel gelachen en best wel veel gedronken. Ja. Als we samen in de rock'n'rollbus 's nachts naar huis toe reden, dan werd er al min of meer gecomponeerd zonder instrumenten, alleen door te zingen en zo. Ik bedoel, maar in de latere periodes werd er gekaard in de bus, weet je wel. Maar in die eerste periode niet, dan werd er enkel en alleen over muziek, alleen maar over muziek. Waarom was er een nieuwe band nodig? Nou, dat was duidelijk, omdat onze geliefde rock and roll en maar vooral soul, de soul en de blues, die veranderden in funk. Nou, dat kan nog een keer. Want dat is in ieder geval nog goede met de hand gemaakte muziek. Maar die begon toen te veranderen in disco. Disco is den duivel. Daar waren we het helemaal over eens. Dat is slecht. Doorsnee, kak met glitter en alleen de uiterlijk was nog belangrijk en bewegen in de maat, vreselijk, vreselijk. Dus daar moest een tegengeluid komen. Willen jullie nog boeren in de zaal? Goed zo. In onze kruistocht tegen de hypocrisie. We moesten ons tegen alles afzetten wat gangbaar was. En met name de Gary Glitter, dat brak alles met die plateauzolen en volkomen belachelijke debiel. En wij dachten van, dan doen we het precies tegenovergestelde en gingen naar het leger des heils. Om driedelige pakken voor een reeks daalder had je daar de mooiste outfits. Het kruis tussen de knieën en zo en dat soort dingen. Maar gewoon driedelige pakken, die van mensen die overleden zijn. En dat werd dan daar naar het leger des heils gebracht. Dat konden wij goed gebruiken. Ze hadden daar ook hoeden, dus die zetten nog een roepje kop ook. En voor nog geen 7,5 gulden de man was je de perfecte podiumkleding. Als je in Amsterdam kwam in die tijd en je zei, ik kom uit de Achterhoek. Dan was je al snel een boer. Of een stomme boer zelfs. En zelfs de desinteresse voor de rest van het land uit het Westen hebben wij ook heel vaak ons aan kapot geërgerd. En waar woon je? Nou, wij wonen in, en dan zei ik bijvoorbeeld Doetinchem. Oh ja, Twente. Of, zelfs Limburg werd genoemd. Of, weet je wel, helemaal niet weten hoe de rest van Nederland achter Utrecht hield de wereld op. Ook dat, hè. Ja, dat klopt. En dat steekt? Dat steekt. Daar moet je wat tegen doen. Dat is een bron voor teksten. En een bron voor gedrag. En een bron waarschijnlijk ook voor image. Stop.
Peter Koelewijn. En via onze manager Joost, die had dat geregeld. En Peter die heeft ons een opstelling laten maken in de studio. Zet me wat neer en zo. En dan zet de bandrecorder aan. En we hebben gewoon een half uur gespeeld. Aan één stuk door. Met aankondigingen en alles ertussendoor. Ja, dames en heren, appels en peren. Wie gewoon hoe we het Achterhoeks leren. Dat soort dingen zaten er allemaal tussen. En voor Peter Koelewijn waren we gewoon een bandje. Maar toen een poosje later belde hij op dat hij het toch wel bijzonder vond. En dat hij er wat meer wilde. Nou, een plaatje met hem op. Waar nog wel wat aan veranderd werd. De smeer als een jachthond. Nou, dat kon natuurlijk niet. Dus dat werd hels als een jachthond. En zo had hij er wat veranderingen in aangebracht. En waarom toen moest dat veranderd worden? Nou, dat was te Achterhoeks en dat zouden de mensen niet begrijpen. Smeer? Ja, smeer is ransel. Hij kreeg ransel als een jachthond. Nou, dat kon natuurlijk echt niet. Een hitparade is nu zo verschrikkelijk belangrijk. Als je niet op een hitparade staat, dan kan je min of meer je product vergeten. Dat betekent dat je geïnvesteerd hebt voor niets. Het plaatje werd toch niet gedraaid. Niemand wou het draaien. Hij kon het nergens kwijt. En toen kwam toch gelijk daarna van, nou ja, jullie mogen nog wel een plaatje maken, maar dan moet het wel Nederlands zijn. Maar wij waren het absoluut niet met hem eens en zeiden tegen hem, nou Peter, dat lijkt ons geen goede zaak. Wij willen het juist helemaal in het Achterhoeks doen. Nou, en toen zijn onze wegen, ze hebben zich gescheiden. Nou, toen was er natuurlijk die man in het zuiden die waar alles kon. En die alles mooi vond. Brief geschreven en die zei van, nou Joost, kom maar hier. Ik herinner me nog heel goed zijn gigantische kantoor met één wand bijna betegeld met gouden platen. Weet je wel, zoals een ander zijn keuken betegeld was daar. En dan in het midden stond een gigantisch aquarium. Het was echt zo'n kantoor wat je ook wel ziet in slapstickfilms. Weet je wel, hoe zet je een directeur neer? En Johnny Hoes die zat daar echt zo. Hè? Helemaal arrivé. Arriveer kan niet. Ja, prachtig. Bij meneer Hoes op dat kantoor met al die gouden platen en zo. Vrienden, welkom. Ja, leuk man. Maar dat klikte wel gelijk. Meneer Hoes, herinnert u zich nog dat u hem voor het eerst zag? Ik denk dat ik de eerste keer dat ik hem zag een beetje geschrokken ben. Want het was natuurlijk een vrijbuiter, hè? Hij zei, laatste woorden, wat hebben jullie en zo? En nou, speelden we dat liedje voor in de studio. Maar te gek, zegt Adriaan. Ik ben mijn producer en... Nou, dat ging eigenlijk allemaal helemaal vanzelf. Ze kwamen ook met een geweldig nummer, hè, pap? Ja. Dus, ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! 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 Door hun roots hadden ze dus wel een hele hoop voordelen wat betreft het repertoire. Daar hebben ze het ook eigenlijk heel ver in gebracht. Maar ze hadden eigenlijk een beetje een, ik wil niet zeggen een minderwaardigheidscomplex, maar laten we zeggen de angry young men die zich afzetten tegen die mensen die in Hilversum het allemaal voor het zeggen hadden. Hoerend kwamen ze door aangeschud. Hoerend haat, want ze hadden van de motorcross gehoord. Dat nummer dat had het. Ze kwamen op het goede moment met het goede nummer op de goede plaats. Dus, en dat kun je van tevoren natuurlijk niet programmeren, maar het nummer was gewoon goed. Dat is ook gebleken. Wat had het? Alles. Wat een hit moet hebben. Alles. De band klopte. De zanger klopte. Dan hadden ze dus, moet ik ook eerlijk zeggen, ze hadden een gitaristje. We hebben alle topbands hier gehad. Of dat nou Doema, Toontje Lager, Frank Boeien, De Dijk. Maar zij hadden die Freekie. Dat was een solo-gitarist van een andere wereld. En die ook de muziek goed snapte. Dus muzikaal vond ik dat toch wel het genie in de band. Dan hadden ze een hele stevige bassist, die Wimke. Die was niet van zijn plaats te krijgen, maar dat was degelijk. Net zoals een Ringo Starr in der tijd drumde, zo baste die jongen. Dat stond als een huis. Geen franje, maar het stond er gewoon. Ja, en die Benny, ja, dat zie je als je met hem praat, hè. Die had iets, ja, niet alleen iets charismatisch. Hij was het op dat moment. Want, hij was de James Dean van dat moment. Ja. Oh,
hadden toen altijd een strookkanon bij ons. En tijdens de opname van het nummer hadden we dat strookkanon gebruikt. En dan moest zo'n meisje moest daar de boel opruimen. En die moest met een bezem al dat spul wegvegen. Die zei donderdags op, kapsones, boeren. Jullie maakten wel een bende van... En toen zei Ben van, oh, knaak het ermee, hou je bek en zo. Nou, dat liep een beetje uit de hand allemaal. Er werd wat onvriendelijkheden gewisseld. En er sneuvelde nogal wat door onbehouden gedrag. Bijvoorbeeld een spiegel in de kleedkamer. Beetje dronken en... Nog een paar van die bordjes van kleedkamer 1 of 2. We werden zo tuk, tuk, eraf getikt. Komen we bij de uitgang. Er staat de portier, die staat zo. Aan de kant, Adolf, wie mag de deur? Nou, die moest springen, aan de kant springen. Dus er was een poging tot doodslag enzovoort. En dat werd gigantisch opgeblazen. Meteen de volgende dag al. En sindsdien hadden wij dus voor tonnen aan vernielingen aangericht en bijna twee mensen doodgereden. De totale schade, kan ik nu wel vertellen, was 165 gulden. En als je geloven moet, stond er de ene steen niet meer op de andere van het gebouw. En dus hij kwam de eerste keer na dat geval kwam die hier. Dat herinner ik me nog... Dat is legendarisch. Dat ik naar buiten kwam. Ze waren een beetje timide. Papa Hoes, Johnny, stond buiten, bij de poort. Hij gooide de deur open. Vrienden, jullie hadden de studio in brand moeten steken. Die snapten het precies. Ik zeg, ze moeten blij wezen dat jullie de studio niet helemaal afgebroken hebben. Het was de ijsje broken, hè? En, het was voor hen ook een hele opluchting, hè, dat ze weer binnen mochten, bij wijze van spreken. Dus we hadden een hit. Een paar weken later konden wij voor optredens vragen wat we wilden. Dan dacht ik van, zal ik eens 10.000 gulden vragen? En dan dacht je, dat betalen ze nooit. En dan dacht ik, ja, ik verstel dat toch. Kapitaal, joh. En ik denk dat door het feit dat Oer het Hart, dat wij dus door met live optreden zo'n publiek gecreëerd gewonnen hadden, laat ik het zo maar zeggen, dat ze in Hilversum tot hun grote spijt gedwongen werden om Oer het Hart te draaien vanwege het feit dat jullie in de hitparade kwam en dat je gigantisch verkocht. Maar uit zichzelf hadden ze ons nooit, maar dan ook nooit gedraaid. Hoe wordt nou zo'n top 40 samengesteld? Elke week komen er in Nederland 40 tot 60 nieuwe singles uit die strijden om de gunst van het publiek. Toen wij echt bekend werden met Oer het Hart, toen had je Guys and Dolls. Dat weten we heel goed, omdat dat op één stond. En daar kwamen we maar niet langs. En we vermoeden zelfs dat daar meer achter zit dan je redelijkerwijs mag denken. You're my world, you're every breath I take. You're my world. Your every move I make, with your hand resting in mine, I feel your power so divine. Eigenlijk stonden wij één, ja. Is dat te gek dat je een origineel nummer hebt wat eigenlijk nog nooit vertoond is? Dat twee blijft hangen achter een groep wat enkel en alleen clichématige muziek voorbrengt. Ze walsten over Nederland, dat we daar geen misverstanden over krijgen. Maar dat dialect, dat sloeg ook in Limburg aan. Overal waar ze speelden, speelden ze de tent plat. Klaar. Ben liep mooier dan het is. Schroeven in haar werken, het is je lang niet mis. De werkelijkheid komt lang. Elke avond kom je laat je bed. Verdient geen cent, is wat je niet verheert. Waarom wil je in het Achterhoek zingen? Dat kan ik makkelijk beantwoorden. Die denkt en die vult in de taal die je hele dag spreekt. En nou, ik spreek geen Nederlands en ik denk er ook niet in. Ik denk plat. En dus kun je hoe gevoel als kun je het beste uiten in plat. Ja. En dus mooi plat zingen. Ja. Nou,
ik kan me voorstellen dat mensen van Groningen tot en met Limburg... Dat die dat leuk vinden om in een dialect, ook al is het dan niet jouw dialect... om te horen van, ik ben maar een eenvoudige boerenlul en daar ben ik trots op. En dat soort kreten. En wat denken zij wel? En weg met burgerlijkheid. Ik kan me voorstellen dat die mensen daar een troost en een steun in vonden. Er staat een band die dingen over je zingt. En die daar succes mee heeft. Dus eigenlijk heb jij ook succes. Dat straalt af op het volk waar je het over hebt. Next cracker in my main tonic space. Yeah. Gejuich voor de Achterhoek. En dat door heel het land, van Groningen tot aan Maastricht. Dat is het rare. Wat normaal vertegenwoordigt mag dan heel simpel lijken. Als je goed kijkt valt dat nogal mee of tegen. Het is Achterhoeks en daarin wel gemeend. Maar het is ook erg jaren 60 en met een vette knipoog. En met die mix spreekt het de dialectsprekers uit alle hoeken van het land aan. Het komt op voor één speciale regio en blijkt die daarmee zo te overstijgen... dat elke regio zichzelf herkent. Niet gek toch voor vier boerenlullen. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onzin.